De heer Koolmees, voorzitter, die vroeg naar wat is nou, ja, dat was wel een beetje een hamvraag. Die vroeg aan mij van hoe zit dat nou met de verhouding tussen overmatige prijsstijging en beheerste prijsstijging. Hij vroeg eigenlijk van wie bepaalt dat nou en hoe zit dat nou? Nou ja, dat is natuurlijk niet keihard in beton gegoten, maar we kunnen er wel iets over zeggen. Namelijk, Taco van Hoek heeft in een van de ronde tafelgesprekken aangegeven, als de prijzen van de huizen langdurig onder inflatie liggen, ja, dan wordt er gewoon niet meer gebouwd. En dat zou je als ongezond kunnen beoordelen. Dat zei de heer Van Hoek. En aan de andere kant kun je zien dat als er de huizenprijzen lang boven inflatie zitten, laten we zeggen dat ze 5 jaar echt ver boven inflatie zitten, dan moeten er toch wel rode lampen gaan branden, omdat je weet dat dat op basis van de historie weer zal leiden tot een correctie. Dus dan zou je kunnen spreken van een overdadige of ongezonde vorm van prijsstijging.